Welkom. We gaan het vanavond hebben over smart contracts, slimme contracten. Slimme contracten, die zijn contracten, juridische contracten, waarbij kunstmatige intelligentie een rol speelt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld in Amerika leasemaatschappijen. Als je je contract niet betaalt, gaat je auto op slot. Kun je gewoon niet meer je auto in. Ander voorbeeld, de Duitse bondsregering is bezig met smart contracts wat betreft vliegvertragingen. Je vlucht heeft meer dan 3 uur vertraging. Je krijgt automatisch geld teruggestort op je rekening. Allemaal zonder tussenkomst van juridische autoriteiten. En hier komen we meteen op de crux. Is dat wenselijk? Zijn dat ontwikkelingen die per se de burger of de consument dienen? Of is dit vooral een tool waar bedrijven heel erg rijk van worden? Huurbazen bijvoorbeeld zouden in de toekomst huurders automatisch hun huis uit kunnen laten zetten. Ook het digitale slot kunnen verbreken voor de huurders. Zonder dat een huurder de mogelijkheid heeft om bij de rechter gelijk te halen. Wat zegt dit eigenlijk over onze rechtspraak? Waarom vinden we intuïtief misschien die tussenkomst van een rechter juist zo gewenst? Wat voor soort rechter willen we dan eigenlijk? En is in de toekomst misschien een ander soort rechter nodig door deze interventie van KI in het recht? Daar gaan we het vanavond over hebben. We hebben 2 sprekers. André Jansen. Hij trapt af met een lezing van ongeveer een half uur. Ongeveer precies een half uur, als het goed is. Hij is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit en heeft in 2019 hier een oratie gehouden. Ik neem aan dat dat nog pre-corona was, André. Over de automatisering van het recht. Dus we hebben hier een echte expert, een wereldwijde expert op dit gebied in huis. Daarna zal reageren op André Laura Davies. Zij is promovendus, docent rechtsfilosofie, ook hier aan de juridische faculteit van de Radboud Universiteit. Ze heeft een boek geschreven, De kwetsbare rechter. En ze doet onderzoek naar de legitimiteit van de rechter en onzekerheid in het recht. Dat zijn thema's die ze ook in zal brengen in haar reactie op André. Na die reactie gaan we met elkaar in gesprek. Rest mij nog te zeggen dat dit een samenwerking is tussen Radboud Reflex en de faculteit rechtsgeleerdheid hier aan de Radboud Universiteit. Mijn naam is Kees Leijnhorst en ik wens jullie een hele, hele fijne avond. André. Ja, bedankt. GSM. Ah. Smart, heel smart. Ja. Zo. Een mooie klok heb ik hier. Goed, 30 minuten. Ik hoop misschien zelf iets minder. Recht haben und recht bekommen sind zweierlei. Dat is een spreekwoord, dat heb ik tijdens mijn rechtenstudie in Duitsland heel vaak gehoord. Heel vaak. Ja, recht haben und recht bekommen sind zweierlei. Betekent, recht hebben en recht krijgen zijn 2 verschillende dingen. Ga niet lekker met elkaar. En klopt het? Ja, spreekwoorden hebben soms wel iets dat klopt. En van nou, dat is wel ouderwets, dat moet wel kloppen. Maar kan het misschien anders? Kunnen we misschien ergens iets doen dat recht hebben en recht krijgen eens wordt? En daar gaat het om smart contracts. Smart contract is misschien, we zullen het zien, een instrument om dit samen te laten vallen. En wat zijn smart contracts überhaupt? Ik neem aan, jullie hebben er veel van gehoord. En geen specialist. Dus op dit moment is het een buzzword, ja, om woke in de context van kunstmatige intelligentie en recht. En het begon eigenlijk met iemand, Nick Szarbo. Dat is een techneut. En die zei 1993, en ik citeer hem,
A smart contract is a computer code that is created to automatically execute contractual duties upon the occurrence of a trigger event. Yeah? Smart contract is a computer code that is created to automatically execute contractual duties. Betekent, de belangrijkste kenmerken zijn: een smart contract is self-enforcing en self-executing. En ik moet zeggen dat smart contracts hebben geen kunstmatige intelligentie nodig. Het zijn algoritmische contracten, maar ze hebben geen kunstmatige intelligentie nodig. Dus deze contracten leren niet. Ja, maar het zijn in principe altijd nullen en enen. En nu is het, nog altijd vrij abstract, denk ik. Hè? En we hebben de oude, er wordt altijd een voorbeeld genoemd, de oude drankautomaat. Ja, kennen jullie iedereen? Ja, dat is een drankautomaat en het kost 2 euro of zo. Dus ik stop 2 euro in. En vanaf dit moment is de rest is geautomatiseerd. Ik kan het niet meer stoppen. Ja, ik krijg mijn drankje, mijn fris. En dat was het. Ik kan het niet meer stoppen. Dat is ook geautomatiseerd, maar dat is mechanisch geautomatiseerd. En een smart contract is geautomatiseerd omdat het een computercode dit doet. Maar waarom juist smart contracts? Waarom is dit een buzzword en zo omwoog op dit moment, 1993 al? En dat heeft te maken met het opkomen van blockchain. Dat het pas nu echt zo populair is. En blockchain, en ik citeer, een blockchain is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken niet gewijzigd kunnen worden. Dus belangrijk, ze zijn immutable, zegt men. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd. De belangrijkste blockchain-based smart contracts worden opgesteld op de platform Ethereum. En dat is een gedecentraliseerde blockchain-platform waarop smart contracts draaien. En hoe werkt het? En we hebben afgesproken, ik zal niet te technisch worden. Maar heel kort, het contractsvoorstel wordt omgezet naar codetaal. Dus Solidity. En dan wordt het contractsvoorstel geüpload naar de platform, naar Ethereum. Een ander gebruiker aanvaardt dit contractsvoorstel. En hoe gaat hij dat doen? Met een personal key, je hebt een nummer, en betaling. En vanaf dit moment voert de contract zichzelf uit. Dat was in een notendop, heel kort, de werkwijze van zo'n smart contract, een blockchain-based smart contract. Altijd nog vrij abstract. Genoemd worden bijvoorbeeld de slimme koelkast. Ja, je hebt een koelkast. De koelkast, je hebt je sluit een smart contract af met Albert Heijn. En de smart deze slimme koelkast heeft een smart device en kijkt wat is in de koelkast. Ja, en we hebben afgesproken, zodra ik minder dan 1 liter melk heb, zegt de koelkast, ik heb nog melk nodig. En Albert Heijn ontvangt deze informatie en het wordt geautomatiseerd, ik krijg de melk. Ik vind het voorbeeld, het wordt altijd genoemd, daarom noem ik het hier. Ik vind het voorbeeld niet 100% passend, omdat het nog altijd, ik heb iemand nodig die de melk brengt. Ja? Daarom een ander voorbeeld. En dat is een voorbeeld, drive as long as you pay. Dat speelt bij verzekeringen een rol, maar ook voor leasingmaatschappij voor alle in Amerika. Wat betekent het? Ja, ik heb een leasingonderneming, zet met mij een smart contract op.
ik ben de consument, ik wil graag de auto leasen voor een bepaalde periode. En dus wij zetten een smart contract op en ik krijg de auto. De auto heeft een smart lock. Ja? En deze smart lock is verbonden, digitaal, iets eenvoudig gezegd, met de smart contract. En de smart contract zegt, zolang André betaalt, kan André de auto gewoon openen. Smart lock opent. Zodra ik niet meer betaal, kan ik de auto niet meer openen. Ja? En zonder dat iemand anders ertussen komt. Ja, er is geen de bedrijf moet niet naar mijn auto zoeken en weet ik veel. Ja, het gebeurt meteen, zonder een derde persoon. Dat is, laten we zeggen, zo bijzonder aan smart contracts. Misschien is het nog steeds te abstract. En daarom, wordt ook in de inleiding werd er al naar gewezen. Daarom twee voorbeelden. Ik ben 2 weken geleden wilde ik naar Lecce. Ja, naar Italië. En ik kwam in Amsterdam aan. En ik had uiteindelijk een vertraging van meer dan 10 uur. Nu is het zo dat de EU-vluchtcompensatieverordening zegt, als een vertraging van meer dan 3 uur is, krijgt de consument €250. Nou, is vastgelegd. €250 voor meer dan 3 uur vertraging. Dan kun je zeggen, nou ja, wat moet ik nu doen? Nou, ik ben met Swiss gevlogen. Nou, maar Swiss betaalt niet zomaar. Ja, ik moet een formulier invullen. En dan gaan ze beginnen. Dan beginnen ze vaak met, ah, nee. Wij betalen niet omdat. Wij konden niets aan doen. Maakt niet uit. Maar ik heb het al 30 keer of zo gedaan. Ze betalen nooit. Ja, en uiteindelijk is het zo dat 95% van alle compensaties worden niet betaald. Ja? En stel dat deze luchtvaartmaatschappij wil consumenten vriendelijker worden en we gaan een smart contract opzetten. Dan zou het anders zijn. Die smart contract, ja, herkent, oké, er is een vertraging van meer dan 3 uur en stort meteen zonder iemand anders de €250 naar mijn rekening. Dat is voor mij fijn. Meteen, zonder een derde persoon. Ik moet niet de luchtvaartmaatschappij aanspreken. Het gebeurt op het moment dat de vertraging meer dan 3 uur is. Dat was het eerste voorbeeld. Dus voorbeeld geautomatiseerde betaling van schadevergoeding of compensatie. Nou ben ik erg onder de indruk. En ik van, ja, dat is een prima idee. En ik heb een huis. En ik heb een huurder. En dan denk ik, dat kan ik ook doen. Ja? En ik kom met de huurder overeen. We gaan een smart contract opzetten. En ik... De smart contract zegt, zodra de huurder niet meer betaalt, gaat de woning of gaat de deur niet meer open, omdat er is een smart lock. Ja? En de huurder gaat akkoord en betaalt niet. Wat gebeurt? De smart contract erkent, is geen betaling gebeurd, en informeert de smart lock. En zegt van, nou, niet meer openen. Hij heeft niet betaald. En dit gebeurt automatisch. Ik moet er niet meer naartoe. Ik moet niet naar de rechter. Helemaal niks. Het gebeurt automatisch. Dat is het tweede voorbeeld. Dus geautomatiseerde lock-out. Maar wat zijn de juridische verschillen? Er zijn wel meerdere juridische verschillen. Maar wat is het belangrijkste verschil? En het belangrijkste verschil, denk ik, dat deze geautomatiseerde contracten leiden in beide voorbeelden hier tot dezelfde resultaten als een
als een uitgevoerde rechterlijke beslissing. En dit gebeurt ogenblikkelijk. Ik moet niet naar de rechter. Ik heb geen advocaat nodig. Ja, ik moet niemand aanspreken. Het is al alles gebeurd. In het voorbeeld 1, ik heb mijn 250 euro al. Ik moet niemand meer aanspreken. Voorbeeld 2, ik krijg direct volledig bezit over mijn huis. Meteen. En dat betekent, tenminste voor deze twee voorbeelden, recht hebben en recht krijgen zijn hier eens. Ik moet geen rechter, geen advocaat. Ik heb niemand anders meer nodig. Dus dat zou inderdaad een gamechanger kunnen zijn voor ons. Voor ons ook als maatschappij, maar zeker ook voor ons juristen. Ik kom op dit voorbeeld nog aan het eind van deze lezing weer terug. En nu ga ik heel kort, want ik heb nog 15, oh, ik heb nog 20 minuten ongeveer. Hè. Ga ik een paar vragen opwerpen waarvan ik denk die zijn bijzonder belangrijk. En een soort van teaser en ook de voorbereiding op de discussie. De eerste vraag is, zijn die smart contracts, dus deze slimme contracten, zijn die echt zo slim? En vaak wordt gezegd, nou, dat is eigenlijk de verkeerde benaming. En, maar waarom? Ja, omdat ze kunnen niet reageren op gebeurtenissen die niet zijn geprogrammeerd. Dat kan niet. Ja, ze zijn heel goed voor alle dingen die in de code staan. Maar alles andere kan niet. Ja, dus deze computercode is in een soort van if this happens, that happens methode. Ja? Gebeurt dit, gebeurt dat. A, 0 en 1. Dus altijd 0 en 1. 0 en 1, 0 en 1. En ze hebben alleen een ex-ante perspectief. Ja, is nog niets gebeurd. Ik zet deze contract op. Maar en dan kijk ik al. Alles moet in de code. Wat niet in de code is, bestaat voor die smart contract niet. Dat betekent ook, de smart contract heeft grote problemen op onvoorziene gebeurtenissen. Overmacht. Ja, oorlog. Corona. Dat kan deze smart contract niet. Dus je zou kunnen zeggen, van, nou, ze zijn tenminste niet zo slim. Dat was de eerste vraag. Tweede vraag, zijn ze dan tenminste zelfuitvoerend, dus self-enforcing? Ja, als alles in de computercode staat, dan zijn ze inderdaad zelfuitvoerend. Dat klopt, dat hebben we gezien, deze twee voorbeelden. Het probleem is, soms heeft deze smart contract wel informatie van buiten nodig. Bijvoorbeeld, ik wil cryptocurrencies kopen, of aandelen, of goud. Deze overeenkomst, deze smart contract, weet niet wat is dan nu de prijs van goud op dit moment. En dat betekent dat er bestaat een oplossing voor, en dat zijn oracles. Oracles zijn ingebed in de smart contract. En dat betekent, daar staat dan de informatie, als we de prijs van goud moeten weten, dan hebben we een oracle, een trusted third party, die de smart contract zegt, dat is de prijs van op dit moment. En dat probleem is met oracles, dat het eigenlijk tegen het idee is van zelfuitvoering. Ja, van ja, nu heb ik toch nog andere informatie van buiten de smart contract nodig. En dat betekent meer oracles, betekent ook afname van self-enforcing elementen. Dus ze zijn wel zelfuitvoerend, maar niet alles. Derde vraag. Hebben smart contracts überhaupt recht nodig of rechtshandhavende instellingen? Zoals in de eerste twee voorbeelden, geen rechten, geen,
geen advocaten. En dat is wat de techneuten zeggen. En is een beroemde citaat van Lawrence Lessig. En hij zegt, code is the law. Ja. En verklaring is, smart contracts hebben überhaupt geen recht nodig. En daarmee ook geen rechters meer en geen advocaten. Alles wordt beslist door de computercode. En sommige auteurs zeggen van, nou, de smart contracts is het einde van recht, of het einde van contractenrecht. We hebben alleen nog de computercode nodig. Klopt dit? Nee, ik denk van niet. Waarom niet? Ten eerste, smart contracts zijn niet volledig. Bijvoorbeeld, geen smart contract vraagt of een contractpartij minderjarig is. Ja? En dat is bij wijze van spreken zeker van belang. Dan, ten tweede, de computercodes kunnen ongeldig zijn of in strijd met de wet of oneerlijk zijn. Als ik iemand betaal om iemand anders te vermoorden, dan zijn we het met elkaar eens dat deze overeenkomst is zeker niet rechtsgeldig. Of corruptie of zo. Ja, corruptie gaat trouwens heel goed met smart contracts. Ja? Maar wij voelen, dat kan niet. Ja, ook hier moet recht zeggen van, nou, is deze smart contract geldig of niet? En ten derde is dat ik ben van mening dat niet recht niet volledig codeerbaar is. Als het hebben over goede trouw, bijvoorbeeld. Hoe is dat? Kunnen we dit coderen? Kunnen we dit in nullen en enen zetten? Ik ben van mening dat kan niet. Amerikaanse collega's kijken daar soms anders tegenaan en zeggen van, dat is alleen een kwestie van tijd, dan kunnen we dit ook. Ja, voor mij gevoel kan dit niet. En dus mijn conclusie hier is, smart contracts hebben op dit moment nog recht nodig. En ook instanties die het recht handhaven. Dan wordt gezegd, smart contracts creëren een trustless trust. Betekent, smart contracts hebben geen vertrouwen nodig. Ja, het wordt alleen betaald als ik de prestatie krijg. Dan krijg ik, ja, dus ik heb geen vertrouwen nodig. Ik heb geen vertrouwen nodig in banken. Ik heb geen vertrouwen nodig in mijn tegenpartij. Ja, omdat het geautomatiseerd is. Dat klopt. Voor bepaalde dingen klopt het. Smart contracts hebben inderdaad vaak geen tussenpersonen nodig. En daarmee ook geen vertrouwen in de tussenpersoon. Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Dus bijvoorbeeld, wij hebben als de contractpartij van een smart contract hebben tenminste vertrouwen nodig in die oracles. In die trusted third parties. Dat deze oracle zegt, dat de echte prijs zegt van het goud, van goud of cryptocurrencies. Ja? Dan, ten tweede, is ook de veiligheid van de blockchain platforms. Hebben we ook. Ja, ik moet zeker weten dat Ethereum het goed doet. Anders doe ik het niet. En daarom, mijn conclusie hier is, vertrouwen blijft belangrijk. Ook voor smart contracts. En dan nu mijn laatste brandende vraag. Dus een kleine teaser voor de discussie. Leiden smart contracts tot een overhandhaving? Ja, van een over-enforcement? Smart contracts kunnen het begin van een nieuwe tijdperk zijn. Eigenlijk een juridische utopie wordt juridische realiteit. En dat betekent de volledige handhaving van recht. 100%. Ja? Is dat niet fantastisch? Recht wordt altijd
100% gehandhaafd met smart contracts. En wat lijkt op een fantastische utopie, is werd door sommige auteurs wordt gezegd dat is vreselijk. Ja. Waarom? Basedo, toen directeur van het Max Planck Instituut, zegt dat recht is alleen een fleet in being. Dat betekent, recht is alleen, heeft een symbolische waarde. Het is niet ervoor gemaakt om 100% gehandhaafd te worden. Dus hij is een tegenstander van een 100% handhaving van recht. En ook Hofman zegt, de moeilijkheden bij de handhaving van rechten zijn noodzakelijk. Dat kunnen we niet zomaar weghalen met smart contracts. En dat het privaatrechtelijke systeem überhaupt niet ingericht is op volledige handhaving van recht. En dat is een vraag, daar zullen we denk ik in de discussie nog hebben, of we dit willen. 100%ige handhaving van recht. En nu kom ik weer terug op mijn twee voorbeelden. Eerste voorbeeld was de geautomatiseerde betaling van de compensatie, ja, voor vertraagde vluchten. Is dit voorbeeld realistisch? Nee. En waarom niet? Nou, geen luchtvaartmaatschappij zou dat vrijwillig doen. Ja? Als we nu kijken naar 95% van de compensatiebedragen worden niet uitbetaald. Ze zouden stom zijn als ze dat zouden doen. Ja? Dat gaat om honderden van miljoen van euro EU-wijd. Daarom is het eigenlijk niet realistisch, maar de Duitse bondsregering denk erover na om smart contracts verplicht te stellen. Ja? Dat zou betekenen, als wij weer op reis gaan en een vlucht heeft een vertraging van meer dan 3 uur, krijgen we automatisch die 250 euro zonder gedoe. Zonder dat we iets moeten doen. Voor iedereen. Dat is, zoals gezegd, de Duitse bondsregering denkt erover na. Maar dan moeten we ook kijken, nou, als het echt gaat gebeuren, hier 100% de handhaving van, dus iedereen krijgt echt die 250 euro. Zou dat dan niet misschien te veel zijn? En daadwerkelijk te veel voor de luchtvaartmaatschappijen? Ja? Als het opeens een 100% de handhaving zou zijn, dan gaan de luchtvaartmaatschappijen zijn sowieso al, hebben het al moeilijk in tijden van corona gehad. En dan opeens moeten ze ook nog 100% van alle compensatiebedragen betalen. Dat is een groot verschil. Tweede voorbeeld, de geautomatiseerde lock-out. Wat is dit eigenlijk hier? Als ik mijn huurder zo maar de deur uit kan gooien zonder iets te doen. Dat is eigenlijk zelfmacht. Ja, of in het Engels zelfhelp. Ja, dat is een beetje een Wild West manier van ik neem het recht in mijn eigen handen. Ja, van oké. En ik doe hier iets wat eigenlijk niet mag. Zelfmacht. Ik moet voor dit, ja, als het gaat om iemand, als een huurder het huis uitkrijgen, moet eigenlijk naar de rechter. Misschien is het winter en hij heeft geen andere verblijfsmogelijkheid. Ja? Dan staat hij misschien bij min 20 graden op straat. Ja? En daarvoor is de rechter. De rechter kijkt, misschien is het in dit geval wel beter dat mijn huurder, ook al heeft hij niet betaald, toch in mijn huis mag wonen. Met zo'n smart contract is het eigenlijk zo dat is een soort van zelfmacht. Ik doe het zelf. Ik heb nu geen rechter meer nodig, omdat de huurder staat al buiten. En de vraag is dit in strijd met recht? En de andere vraag is,
Als het in strijd met recht is, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is verboden zelfmacht, moeten we dat dan veranderen om smart contracts mogelijk te maken? Of juist niet? En ik hoop dat dit was voldoende food for thought. Voor de discussie, hartelijk bedankt. En ik kijk uit naar de discussie. Je bent zelfs binnen de 30 minuten gebleven. Ja. Laura, je bent rechtsfilosoof. Smart contracts lijken iets heel technisch, maar de vragen die opgeworpen werden gaan eigenlijk al veel verder dan alleen maar is dit mogelijk en wat kan er eigenlijk, maar gingen ook over de wenselijkheid ervan. Zou jij iets vanuit jouw achtergrond hierop kunnen reageren? Ja, tuurlijk. Nou, allereerst vind ik het heel leuk om hier te zijn. Om een tweeërlei reden eigenlijk. Allereerst, ik werd hiervoor gevraagd en het is best wel uit mijn academische comfortzone. Smart contracts, blockchain. Dus ik heb me de afgelopen maanden eigenlijk noodgedwongen een beetje moeten verdiepen hierin. En als je dat doet, zo'n uitstapje, dat lijkt je toch ook altijd heel anders kijken naar je eigen vakgebied. En dingen waar je eigenlijk al wat dacht wat zekerheid over te hebben. Dus dat ten eerste. En ten tweede, meer persoonlijke noot. Ik ben bijna een jaar geleden getrouwd met een blockchain enthusiast. En dat betekent dat ons huis eigenlijk best wel smart al is. We hebben een smart lock, waar André net aan refereerde. We hebben slimme lichten, slimme thermostaat. We rijden in een slimme auto die zelf kan rijden. Ik hoop dat het geen huurhuis is. Of? we zijn ermee bezig. Oké. Maar dat heeft eigenlijk mee te maken dat ons huis best wel klaar ligt eigenlijk voor al deze invoering van die smart contracts. En juridisch gezien zijn we er nog niet, dat zei André al. Maar bij ons is wel bijna alle techniek lichter. Dus dat maakt het ook wel extra spannend om erover na te denken. En ten tweede, zo'n smart contract dat haalt de tussenpersoon eigenlijk uit de vergelijking. Mm-hmm. En dat heeft iets heel empowering op een bepaalde manier. Dat zijn vaak tussenpersonen die een soort van monopolie hebben op hun eigen bureaucratische eilandje. Een bank, een notaris, een KVK, een register of een kadasterregister. En ik zei al, wij zijn bezig met een huis kopen. En het zou mij heerlijk lijken als al die tussenpersonen ergens in een stukje code kunnen worden gepropt. Dat lijkt mij heel veel vrijheid aan de consument geven. En het tweede punt is natuurlijk ook dat de rechter als tussenpersoon uiteindelijk daar uit die vergelijking kan vallen. En daar kom ik wel iets meer op mijn vertrouwde terrein. Ik doe onderzoek naar de rechter, naar de rol van de rechter, naar de legitimiteit van de rechter. Waarom accepteren we het dat zo iemand in toga beslissingen maakt over ons leven? En als je dan kijkt naar de rolopvatting, van taakopvatting van een rechter, is dat klassiek gezien eigenlijk willen we daar een hele iemand die alleen maar kijkt naar de feiten en daar de juiste wet op toepast. Heel sec, de rechter is niet democratisch gelegitimeerd, dus we willen dat hij daar weinig eigen inbreng in geeft en alleen maar eigenlijk uitvoert wat er al staat. Moet hij onafhankelijk doen, onpartijdig doen, zonder vooroordelen, hij moet niet onkoopbaar zijn en het liefste geblinddoekt, zonder aanzien des persoons. En grappig genoeg zijn dat allemaal heel erg niet-menselijke eigenschappen, die zo'n code misschien wel beter kan dan een rechter. Want je hebt een bekende rechtsfilosoof, Ronald Dworkin, die verwijst naar een ideale rechter als zijnde een Hercules. Een halfgod die altijd het juiste antwoord kan uitwijzen. Nou, zo'n contract kan dat. Als je dat doordenkt en we maken uiteindelijk een perfecte stukje code, wat alles in oogschouw kan nemen, dan zou je in principe daar een heel erg ideale rechter van kunnen maken. Fraudebestendig, zonder vooroordelen, doet wat het juiste is. En tegelijkertijd, als je dan met mensen dit een beetje in gesprek probeert te voeren, zijn we daar toch heel huiverig voor. Om zomaar ons juridisch lot in handen te leggen van een stukje code. En dat heeft dan vaak weer te maken dat we toch ergens een stukje menselijkheid willen. Een stukje menselijke maat. Terwijl wat is menselijke maat hier? Dat is juist van de regel afwijken. Het is juist uitzonderingen maken. Dat is juist niet doen wat in de wet staat op bepaalde momenten. En daar zit natuurlijk een hele gekke
ambiguïteit tussen. Dus enerzijds een perfect uitvoerende wet, die dat altijd op dezelfde manier gelijke gevallen gelijk behandelt. En aan de andere kant die soort van het verlangen naar een beetje menselijkheid, die juist gelijke gevallen soms ongelijk behandelt. Inderdaad, als het min 20 is, dan mag je misschien toch naar binnen. Dus als het min 15 is, nou ja, sorry. Dus daar zit een iets waar ik in mijn eigen werk opeens van dacht van, hey, dat is best iets een interessant aanknopingspunt. En ja, in de rechtsfilosofie is er veel over nagedacht van, kunnen we inderdaad zo'n ideale wet maken? Een stukje code of op een andere manier die alles omvat? Of blijft de wereld altijd een beetje inconsequent? En is het altijd nodig om uitzonderingen te kunnen maken? En ik denk het laatste, en ik denk ook dat wat zo'n smart contract doet, is eigenlijk, die elimineert de mogelijkheid om uitzonderingen te maken. Die elimineert dat stukje dat je toch eventjes kijkt naar, eigenlijk is dit wel de wet, maar ja, vandaag ga ik hem toch iets anders interpreteren, want dat is nou eenmaal rechtvaardig. En ik denk dat ze daar, ja, dat daar een iets heel spannend zit in deze discussie. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Je hebt, André, al heel veel vragen opgeworpen. Betekent dat is even op de man af, betekent dat je echt zelf grote twijfels hebt over smart contracts? Want ik dacht aanvankelijk, leek je nogal enthousiast te zijn over de mogelijkheid. Maar door je vragen kreeg ik weer meer de indruk dat je ook twijfel hebt over de relevantie en de wenselijkheid eigenlijk van deze social contracts. Dus als ik het inderdaad even zo recht op de man afvraag, ben je hier een voorstander van of niet? Wat is dan je antwoord? Ja, als een goede jurist, het hangt er vanaf. Ja. Ja, het hangt er vanaf. Er zijn bepaalde dingen waarvan ik denk smart contracts biedt inderdaad een meerwaarde. En ik ben vooraf gezegd, als jurist twijfelt men altijd. Dat is gewoon zo. Ja, als wij met techneuten spreken, zijn er echt van die firm believers. Zij denken, we gaan überhaupt geen traditionele contracten meer sluiten. Het gaat alles smart worden. Dat denk ik niet. Maar het gaan vele dingen zal smart worden. Dat denk ik wel. En mijn vraag die waar ik vaak over nadenk, waar is de grens van deze automatisering? Ja, ik heb het aangesproken met het lock-out van een huurder, waarvan wij denken dat is toch een soort van Wild West. Ja, en nu iedereen weet van gas en elektriciteit. Het wordt duur. Het wordt echt duur. Vele mensen kunnen geen elektriciteit of gas meer betalen. En er wordt over nagedacht, en er wordt ook al met geëxperimenteerd in Duitsland, smart meter. Je zet een smart contract op. En zodra je niet meer betaalt, geen gas en geen elektriciteit meer. Ja? En daar krijg ik dan buikpijn, omdat, zoals wat jij zei, van nou, we krijgen een situatie waarvan eigenlijk moet daar een mens over kijken. Van nou, kan dit echt in dit geval? Ja, kunnen we bij min 20, kunnen we de huurder zomaar de deur uitgooien? Of mag het in dit geval niet? En kunnen we een familie met vier kinderen of zo zeggen van nou, jullie krijgen geen gas meer en geen elektriciteit omdat jullie hebben niet betaald? Ja, en wat Laura ook zei, van nou, het gebeurt zonder de mogelijkheid gehoord te worden. Ja, ik kan, het gebeurt automatisch. Ik kan niet verklaren. Misschien is het van, nou, ik, volgende maand heb ik het geld. Ja, volgende maand, ik heb, sta nu in rood, maar volgende maand of over twee dagen. Dus een beetje van een discussie van. Jij zei, het gaat een beetje de menselijkheid verloren, zei je, dacht ik. En deze gevaar zie ik wel, ja. Maar is dat niet, je hebt het over techneuten voortdurend. Is het niet zo dat dit soort dingen in de toekomst, er is altijd de belofte, in de toekomst kunnen die codes veel smarter worden, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat er een wereld is waarin er een code komt die zegt, je hebt het inderdaad over if this, then that. Hè, dat de formule is waarmee het werkt. Waar gewoon in
in de code staat ingebouwd, van nou, als het inderdaad min 15 is, worden mensen niet uit hun huis gezet. Met andere woorden, al dit soort omstandigheden waarvan jullie zeggen dat daar heb je eigenlijk een mens voor nodig, zijn die niet ook te automatiseren? Is dit niet een kwestie van gewoon techniek? Dat is een fundamentele vraag. Dat is een heel fundamentele vraag of dit kan. Ja, is dit mogelijk deze dingen in algoritmes te zetten? En voor mij lijkt het op dit moment, en dat is echt een persoonlijk antwoord, lijkt me het moeilijk echt deze dingen in nullen en enen te zetten. Maar zoals gezegd, Amerikaanse auteurs en anderen kijken daar heel anders tegenaan. Zij denken, dat is alleen een kwestie van tijd. Krijgen we betere, krijgen we betere computers? En misschien ook nog met kunstmatige intelligentie erbij. Zoals gezegd, op dit moment lopen smart contracts in principe zonder kunstmatige intelligentie. Maar je zou ook kunnen denken, van, nou, misschien gaat het in de toekomst ook veranderen. En dan zou dat kunnen. Mm-hmm. Laura, jij wierp het punt op wat we van een rechter eigenlijk verwachten. Hè? En überhaupt, misschien moet je het uitbreiden naar wat we van het recht verwachten. En daar heb ik het gevoel is een paradox. Enerzijds verwachten we eigenlijk een soort onmenselijkheid, of supermenselijkheid. Je had het over de Hercules van Dworkin. Objectiviteit een blinddoek voor en dat soort dingen. Maar anderzijds verwachten we ook een beetje medemenselijkheid. We verwachten juridisch gezien billijkheid, rechtvaardigheid en dat soort dingen. Als we de richting opgaan van steeds meer smart contracts, krijgen we eigenlijk inderdaad zo'n superrechter. Dat is eigenlijk, is dat niet vanuit een bepaald perspectief wat we eigenlijk willen? Wat we eigenlijk verwachten van een rechter? Is het niet eigenlijk heel erg oké? Nou, vanuit een bepaald perspectief wel. Maar die wat André aangeeft van de vraag of algoritme alles kan vangen, die vraag wordt al veel langer gesteld in de rechtsfilosofie van kan de wet überhaupt alles vangen? En aan de ene kant heb je inderdaad de Dworkins die zeggen van ja, het recht is één groot naadloos geheel. Mm-hmm. En alles ligt al in besloten en zo'n Herculesrecht hoeft alleen maar het juiste antwoord daarin te vinden. En rechters zullen dat nooit halfgoddelijk zijn, maar die moeten wel proberen te streven om zoveel mogelijk als Hercules te zijn. Er is een andere school die mij meer past, die zegt van nee, dat kan niet. Het recht kan niet in alles voorzien. Er is net een mooi boekje van Frank Meester over inconsequentialisme verschenen. De wereld is niet consequent. Er zijn altijd uitzonderingen, er zijn altijd dingen die je niet kunt voorzien. En het is een groot paradox in het recht. We hebben aan de ene kant de algemene wet, die altijd van toepassing is. En aan de andere kant de concrete casus waarop die van toepassing is. En dat valt eigenlijk nooit samen. Er zit een, Scholten noemt het een sprong, Derrida noemt het een coup de force. Er zit altijd een iets te overbruggen daarbinnen in. Mm-hmm. En dat overbruggen, ik denk niet dat je dat ooit kunt uitdenken. En zeker niet in ene en nullen, maar niet eens met het alfabet, denk ik. Er blijft een vorm van wat er op dat moment aan de hand is, open. Ja, maar is dat net niet... je noemde dat geweldige Duitse spreekwoord over recht haben, recht bekommen. Hè? Dus recht gelijk hebben, gelijk krijgen, zeg je in het Nederlands. Daar is de belofte nou precies van deze technologie, dat inderdaad samen gaat vallen. Dus deze hele messiness en onzekerheid waar je het over hebt, die hebben we dan niet meer. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vind dit een probleem wat veel groter is dan dit smart contract dingen. Want het is, ik geloof ook niet dat er één juist antwoord is in dat naadloze geheel. Mm-hmm. Op het moment dat je daar wel van uitgaat dat er één juist antwoord is, dan zeg je eigenlijk dat al die andere antwoorden dus fout zijn. En als je een vechtscheiding hebt en het gaat over waar moeten de kinderen heen. Uiteindelijk wint er iemand. Maar dat betekent niet dat er dan geen pijnlijke rafelrandjes meer zijn aan zo'n zaak. Dus om te zeggen dat is rechtvaardigheid, want deze partij wint. Nee, daar zitten heel veel open wonden bij die dus niet zijn gedekt door het recht. En zolang je ervan uitgaat dat er één juist antwoord is, dan kan een rechter of een heel rechtssysteem kan zich een beetje verschuilen achter van ja, maar dit is wat de wet zegt, dus dit is juist. Hmm. Dus dit is, hè, mij treft geen blaam. Hmm. Terwijl er wel degelijk situaties zijn waarin er heel veel verliezende partijen zijn die ook heel groot gemis hebben. En André noemde net iets van buikpijn. En dat is ook zo'n typisch
superbelangrijk menselijk iets. Want dat is wat code niet kan hebben. Net vorige week is er weer een brandbrief gestuurd van de Raad voor de Rechtspraak naar de Tweede Kamer. Waarin wordt gezegd van er komen, net zoals de toeslagenaffaire, komen er nog veel meer buikpijndossiers aan. Mm-hmm. In de jeugdzorg, in migratierecht. En buikpijndossiers, dat betekent eigenlijk, het zijn situaties waarin rechters slapeloze nachten van krijgen. Waarin ze buikpijn hebben. En die buikpijn is een soort van signaal, een moreel kompas of een geweten, of hoe je het ook wil noemen, waarin wordt gezegd van, hé, dit klopt niet. En misschien is het de wet, dus misschien heb je gelijk. En misschien moet je al die toeslagen, moet je al die financiën terugbetalen, want hè, juridisch gezien heb je gelijk. Mm-hmm. Maar ethisch gezien krijg ik er buikpijn van. Mm-hmm. En code krijgt geen buikpijn. Dan is het één grote black box, waarin niemand wat lang kan doorgaan. En waarin eigenlijk niemand iets voelt van, hé, dit, hier lig ik wakker van. Mm-hmm. Je noemde zelf net die buikpijn. Zou je hierop kunnen reageren? Ja, dat heb ik eigenlijk al genoemd. Dus dat de buikpijn, dat iets, ja, voor meerdere dingen eigenlijk. Ik denk, je noemde het ook altijd, de menselijke maat gaat verloren. Mm-hmm. En dus diegene die geautomatiseerd wordt, ja, laat ik het zo zeggen, heeft. Dus deze overeenkomst staat in principe met nullen en enen. Ja? Misschien snapt de consument bijvoorbeeld überhaupt niets van. Denk van, nou, ik weet het, ik heb geen idee. Hè. Ik weet niet of daar echt iets fout in zit. Mm-hmm. En dan krijg je een soort van deus ex machina. Opeens beslist deze overeenkomst iets. Het wordt ook niet toegelicht. Ja? Dat is ook belangrijk. Hij snapt niet. De consument snapt niet waarom. Mm-hmm. Ja, of misschien, ja, wel, als hij niet betaalt. Maar wat zijn de uitzonderingen? Of, ja. Dus hij kan in principe, omdat deze smart contracts zijn of blockchain, die zijn dan immutable, ja, mm-hmm. kunnen niet worden veranderd. Betekent hij heeft eigenlijk niemand waar hij naartoe kan gaan. Van, dat klopt niet. Of gewoon, ja, en het is ook voor de, als we zeggen, consument, dan hij heeft geen kans om zijn positie te verduidelijken. Van, nou, ja, dat denk ik, als het gaat om buikpijn. Mm-hmm. Mm-hmm. En ja? Ja, ik wil hier nog op reageren, want we hebben het over recht hebben en recht krijgen. Maar je hebt ook nog zoiets, een andere functie van het recht is recht ervaren. Mm-hmm. Het betekent dat het schijnt, er is best wel empirisch onderzoek naar gedaan, dat als mensen voor de rechter het gevoel hebben dat ze hun zegje hebben kunnen doen, dat er naar ze geluisterd is, dat hun belangen zijn meegenomen, dan kan dat heel veel vertrouwen sterken in de rechtspraak. En er kunnen ook, al ben je dan uiteindelijk de verliezende partij, kunnen mensen toch vaak veel meer vertrouwen en een, nou ja, een afgerond gevoel ervan hebben, als ze in ieder geval het gevoel hebben dat er eerlijk naar ze is geluisterd. Dat is een onderdeel van de procedurele rechtvaardigheid. Die eigenlijk niet zo zit in dualiteit. Dus alleen maar recht hebben en recht krijgen. En er is ook nog zoiets als recht ervaren. En dat kan al heel veel, in ieder geval heel veel onvrede oplossen. En als je dat er helemaal uithaalt, dan mis je dus ook een belangrijke indicator van hoe mensen in contact komen met het recht. Hoe ze vertrouwen kunnen hebben in het recht. Die functie valt dan ook helemaal weg. Ja, maar Ik heb nu het gevoel dat ik de smart contracts moet gaan verdedigen. Maar tegen jullie allebei. Maar er is zoiets fantastisch aan die dingen. Dat het inderdaad in 100% van de gevallen gewoon klopt, zeg maar. Hè. Dus die belofte juist maakt geen uitzonderingen, geen onderscheid des persoons. Er gebeurt gewoon wat er moet gebeuren, wat vastgelegd is in het contract. Dat kan toch ook juist een gevoel geven van vertrouwen. En er wordt ook geen rechterlijke beslissing genomen waar je het niet mee eens bent. Je weet gewoon dat het klopt. Het gaat in 100 gevallen op. Dat is toch juist een belofte van deze dingen? Ja, van mij hangt het zoals gezegd van de situatie af. Als ik nu nadenk over de compensatie van vluchtvertragingen, als we daar mm-hmm. een smart contract mm-hmm. op ja, zouden zetten, dan zou ik zeggen, dat is perfect voor mij. Ja. Ja? Maar dat hangt daarmee. De reden daarvoor is ook dat het
Het is eigenlijk gestandardiseerd. Ja. Ja? 3 uur, 250 ja. euro. Dat is eenvoudig te coderen. En daarom, ik zou zeggen, bijvoorbeeld, als je me nu zou vragen van, nou, denk je dat we hier verplichten, dat het een goed idee is van de bondsregering, hier verplicht gestelde smart contract op? Dan zou ik zeggen, ja, dat lijkt tenminste voor deze compensatie, lijkt me dit een goed idee. Mm-hmm. Ja? En voor andere dingen dan misschien iets minder. Maar dus het hangt van de situatie af. Ja. Een ander, als we het dan toch weer over nadelen hebben, kan ik me voorstellen dat een nadeel, je noemde dat ook al kort, een mogelijk nadeel is dat er een soort overjuridisering komt. Dus als we alles met smart contracts gaan doen, waar in het verleden het gewoon over in intermenselijk verkeer ging. Is dat niet ook een nadeel van smart contracts? Ja, ik kan wel antwoorden. Ja, nadeel. Ik denk dat is een van de fundamentele vragen die wij ons, die wij ons stellen. Willen we dit echt? Mm-hmm. Willen we dit echt? Een 100% handhaving van recht. Mm-hmm. Ja, dus, zoals gezegd, omdat het heel eenvoudig is met die 250 euro. Willen we dit echt? Dat iedereen van ons 250 euro ontvangt als een vertraging is van meer dan 250 euro. Als een vertraging is van meer dan 3 uur. Op eerst zou ik zeggen, nou, ik vind het wel prima. Ja? En maar maatschappelijk moeten we dan kijken, als ik er helemaal niets meer voor moet doen. Ja, dan zou ik ook zeggen, dan is ook mijn schade misschien niet zo erg. Ja? Ik zit er wel 3 uur. Maar ik moet helemaal niets meer doen. Mijn immateriële schade is wel vrij beperkt. Mm-hmm. En wat doet dat dan met de luchtvaartmaatschappijen? Het zou, dus, zoals van tevoren al gezegd, de empirische studies zeggen, tot nu toe 95% van deze compensatiebedragen worden niet uitbetaald. Het is eigenlijk meer law in the books. Mm-hmm. Ja? En dat kunnen we veranderen hiermee. Mm-hmm. De vraag is of we dat dan echt willen. Of we dan zeggen van, nou, als we dat dan 100% kunnen doen, dan moeten we wel het substantiële recht veranderen. En dan, nou, misschien is dan, als het zo eenvoudig is, misschien ook 50 euro voldoende. Ja, Laura? Ja, aan de ene kant is het natuurlijk, je kunt hierdoor de toegang tot de rechter heel erg opengooien. Ja. Die drempel die nu best hoog ligt, kun je helemaal minimaliseren. Dat zou prachtig kunnen zijn. Het is altijd makkelijk als het over een beetje technologische dystopieën gaat om er lekker cynisch over te wezen. Want wat je ook kan voorstellen, dat zorgt alleen maar voor nog meer dat iedereen continu maar rechtszaken kan aangaan vanaf zijn eigen zolderkamertje. Zoals nu reaguurders een beetje mensen voor tribunalen dagen verbaal. Mm-hmm. En nu overal rechtszaken aangaan en overal een beetje misbruik maken van al die mogelijkheden die er zijn. Maar dat zijn op zich praktische bezwaren. Je zou daar toch iets van een drempel kunnen inbouwen. En wat André ook al eerder heeft gezegd, het is natuurlijk, het recht loopt natuurlijk waanzinnig achter wat betreft digitalisering. En dat blijft het denk ik ook doen, want het is niet een systeem wat heel erg vooruit loopt als het gaat om automatisering en digitalisering. Dus het zal vast ook op veel plekken gebeuren. En het heeft hele mooie dingen. Ik vond een mooi voorbeeld over Uber. Als je nu als Uber-chauffeur krijg je een aantal sterren en je krijgt waardering als je goed rijdt. Mm-hmm. En als je op een gegeven moment een score van 4,8 op 5 hebt, superhoog. Maar je wil eigenlijk bij een andere dienst gaan, bij Lyft of Bolt, die veel beter voor jou zorgt. Dan zit je eigenlijk vast bij Uber, want nou, je kan je punten niet meenemen. Ja. Terwijl je niet meer dat platform centraal stelt, maar de chauffeur zelf. En die punten horen bij hem en niet bij het platform. Dan kan dat weer heel erg empowering werken. En dat is natuurlijk iets heel moois. En ik denk dat we daar ook, ik ben ook eigenlijk, sinds ik hier meer over ben gaan lezen, misschien alleen maar enthousiaster geworden over smart contracts. Maar zodra je het natuurlijk breder trekt, zijn er ook heel veel haken en ogen aan. Maar ja, die zitten ook aan het recht wat we nu hebben, denk ik. Mm-hmm. Wat is precies je enthousiasme? Waar word je zo enthousiast van? Dit is dat je de gebruiker heel erg centraal stelt en niet meer de platforms. En wat ik zei, dat wij nu met het huis proberen te kopen. Je bent van zoveel
instanties zo afhankelijk. Ja. Zij zijn de gatekeepers. Als je iets van een taxateur wil hebben, dan moet je superveel geld betalen zodat iemand naar je huis komt kijken door je te vertellen wat je eigenlijk al weet. En je kan niet, je bent super afhankelijk van ze. Mm-hmm. Dus als je dit soort, met al die notarissen, taxateurs, als je die allemaal kan elimineren, graag. Dat scheelt mij superveel tijd, stress, geld. Vanuit de consument kan het heel erg mooi zijn. Maar ja, wat je wel doet, dat is ook met dat eigen recht. Je haalt een beetje het geweldsmonopolie weg bij de staat en bij de rechter. Want je kunt opeens dingen heel snel effectueren. Maar normaal gesproken, we zeggen, daar moet een professional naar kijken. Ja. Ja. Dus dat is wel iets om je achterhoofd te houden. Ja, dat werpt een beetje de vraag op. Je bent toch leraar burgerlijk recht. We hebben het over contracten, we hebben over privaatrechtelijke zaken gehad tot nu toe. Maar als we het een beetje verder denken, hè, dus niet in smart contracts, maar automatisering, wat jouw onderwerp is. Als we denken aan strafrecht bijvoorbeeld, hoe ziet het plaatje er dan uit? Of is dat volledige utopie? Of wat moeten we daarvan vinden? Ja, automatisering is vooral in het strafrecht, denk ik. Ik ben geen strafrechtsspecialist, dat moet ik vooraf wel zeggen. Maar laten we zeggen, automatisering van strafrecht, denk ik, is een heel stuk moeilijker. Omdat als het gaat bijvoorbeeld, de roborechter. Mm-hmm. Ik denk niemand van ons, als het gaat om strafrecht, en het gaat om mijn toekomst, wil dat daar een kunstmatige intelligentie automatiseert een oordeel doet over mij. Ik denk dat willen we niet. En dat heeft ook andere problemen. Omdat het the right to be heard. Ja, is het, ik moet eigenlijk de rechter moet me aanhoren. Ik moet mijn verhaal kunnen vertellen. Maar tegen kunstmatige intelligentie, als het automatiseerd wordt, dan gaat het niet. Hè? En daarom zijn er ook wel heel grote, ook rechterlijke problemen met het automatiseren van strafrechtelijke beslissingen. Ja, maar ik denk dat een soort algoritme juist best wel veel. Nou, misschien is het een beetje te ver hoor, maar stel je hebt misschien dan een menselijk rechter waar tegen je verhaal kan houden. En daarnaast zit een roborechter die eigenlijk precies kan kijken van met jouw achtergrond is de kans dat je recidive begaat ongeveer zo en zo groot. Je komt uit, wat nog meer, je hebt dit en dat gedaan. Dit is de schade daarvan voor de maatschappij is zo groot. Mensen die eerder in deze positie hebben gekeken, ik kan even 1000 jaar terug in 1 keer kijken, die hebben zo daarop gereageerd. Dus dat kan eigenlijk heel erg een soort strafrecht op maat zijn. Wat misschien wel beter is dan zomaar een straf opleggen, omdat het in het wetboek staat, die bij jou toevallig als verdachte nou niet of juist wel een veel grotere of veel kleinere impact moet hebben dan dat die heeft. Ja, het zou mogelijk zijn om met kunstmatige intelligentie, laten we zeggen, een objectievere rechter te creëren. Theoretisch zou dat mogelijk zijn. Mm-hmm. Maar ook als we dan echt over de roborechter of zo even hebben, dan is wat dan moeilijk is, dat we eigenlijk de kunstmatige intelligentie, als we het daarover hebben, dan is het eigenlijk een black box. We zien wel de beslissing, maar wij weten niet waarom. Ja, dus een kunstmatige intelligentie is in principe unexplainable. Mm-hmm. Ja, en ik weet niet of dit voldoende is voor ons. Dit is het resultaat. Ja, ik heb geen idee waarom, maar dit is zo. Ja. Ja. Je wilt dat de rechter haar vonnis toelicht en verantwoording geeft. Ik wil laten. Misschien is deze kunstmatige intelligentie gevoerd met racistische data. Ja, of racistische uitspraken, dan wordt deze kunstmatige intelligentie ook racistisch. Mm-hmm. En als ik dit niet weet, dan sta ik daar. Dan weet ik heb geen idee. Ja? Kunstmatige intelligentie heeft deze beslissing genomen en ik weet het niet. Mm-hmm. Maar ik heb geen idee. En ik kan ook niets doen. Mm-hmm. Ja? Je zou dan kunnen zeggen, had het ook vooraf kunnen ook aan een assistance systeem denken. Ja, dus we hebben dan nog steeds de menselijke rechten. En daarnaast hebben we een assistent die de rechter helpt. Er wordt nu geëxperimenteerd in Duitsland, wordt ermee geëxperimenteerd, maar ook op het gebied van privaatrecht. Maar de vraag is, als die assistent dan nu zegt resultaat A of resultaat B,
dat empirische studies laten zien dat de rechter eigenlijk altijd met het assistentsysteem gaat. Mm-hmm. En niet kritisch is. Van, ja, dan doe ik het zo. Ik heb heel veel stress en ik kan altijd zeggen dat het assistentsysteem of de assistentskunstmatige intelligentie heeft dit gezegd, dan is dat wel voor mij wel voldoende. Mm-hmm. Iets anders is, je hebt het net over het voeren van, we moeten dat systeem voeren met data. Betekent dat ook niet dat je de dynamiek uit het recht haalt? Dus je voert hem altijd met data uit het verleden. Je had het over systemen die leren eigenlijk niet. Terwijl het recht is ook, heeft ook een dynamisch aspect. Het recht verandert, ons rechtsgevoel verandert en wordt anders gecodificeerd in nieuwe wetten, een nieuw recht. Is dat ook niet een groot punt? Ja, als het dan gaat om deze roborechten, dan is het een probleem. Want dat is eigenlijk de kunstmatige intelligentie wordt dan gevoerd met oude arresten. Ja, dat betekent, het recht wordt niet verder ontwikkeld. Het blijft staan. Ja? En dat is dan een probleem, omdat dan maatschappelijk blijven we dan altijd op stand van 2022. Mm-hmm. Ja, nee, dat is een mooi punt. We hadden het bij de voorbespreking ook even over inderdaad. Het is weer een beetje wat ik net zei, dat die dualiteit tussen een algemene wet aan de ene kant en een concrete toepassing op een geval. En je hebt in het recht, ik weet niet of je ook rechten studenten zitten, maar in de bachelor krijgen we bijvoorbeeld het elektriciteitsarrest. Mm-hmm. En dat gaat er dan over, het ging over diefstal. Nou, diefstal is het wegnemen van een goed van iemand anders. En nu stond iemand terecht die had elektriciteit afgetapt. Nou, is dat het wegnemen van een goed? Nee, elektriciteit is geen goed. Nou, dan kun je zeggen, nou, dan moet die code of die wet worden aangepast op iets. Maar wat een rechter doet, dus die kijkt ervan, nou ja, oké, die wet is best oud, het is geen goed meer, maar het is geen goed zoals we dat kennen. Maar ja, in de kennis van nu, in de maatschappij van nu, moeten we misschien, om allerlei redenen, elektriciteit ook als goed zien. Mm-hmm. En dat soort dingen zijn natuurlijk, daar zit iets van creativiteit in, wat, denk ik, een code ontbreekt. Maar om terug te komen wat je net zei, die racistische algoritme. Je kunt natuurlijk ook een racistische rechter voor je hebben. Absoluut. Ja. En dat is denk ik nog veel meer een black box. Want als je de code kunt lezen, dan zou je ook terug kunnen redeneren van oké, waar op basis van wat beslist deze code dit precies? En we hadden het bij het voorgesprek er ook al even over dat computers tegenwoordig poëzie en klassieke muziek en kunst kunnen maken, waarom zouden ze geen vonnissen kunnen schrijven aan de hand van die code die voor ons onleesbaar is? Ja. En dan zou het misschien een veel begrijpelijkere taal, misschien kunnen ze er mooie animaties van maken. Dus er zijn ook best mogelijkheden. Terwijl een racistische rechter, die zou dat nooit opschrijven. En toch word je er wel door beïnvloed. Het is eigenlijk veel minder transparant. Dus daar zou die codering juist wel helpen weer om het recht te spreken wat we eigenlijk verwachten van ons juridisch systeem, toch? Ja, als men de biases uit. Als we de menselijke biases kunnen vermijden, dan zou dat zo zijn, ja, inderdaad. Maar je zegt als, dus. Ja, als het technisch mogelijk is. Ja. Omdat het probleem wat ik zie als het gaat, als de kunstmatige intelligentie echt alleen beslist, als we het over kunstmatige intelligentie hebben, is dat het. Mm-hmm. Het is zelfs voor de mensen die de kunstmatige intelligentie programmeren, is het moeilijk te voorspellen wat zijn de resultaten van zo'n kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. En ook te verklaren waarom dit resultaat. Mm-hmm. Ja. Maar misschien komen we ook nog op een punt waar we explainable AI krijgen. Ja. Ja, dat is wel de doelstelling van de Europese Commissie op dit moment, explainable AI. Maar niemand weet eigenlijk, hoe gaat het dan echt? Mm-hmm. Ja, dus voorlopig blijft het een black box. Maar het punt wat eigenlijk opgeworpen was, is zo'n rechter ook niet een black box? En dan kunnen we maar beter een black box hebben die in ieder geval consequent is, toch? Ja, het hangt er vanaf. Consequent weet je, maar die je enigszins kunt inlezen. Ja. Als je het kunt lezen. Ja. Ik denk op veel punten kan een smart contract of überhaupt digitalisering van het recht, kan het echt wel mooie nieuwe dingen openen. En ook rechters een beetje ontlasten van de werkdruk, et cetera. En in dingen waar het denk ik altijd blijft knellen,
is aan de ene kant die creativiteit, wat jij zegt van het ontwikkelt niet verder. Ja. Iemand moet op een gegeven moment bedenken van, nou ja, vanaf dit moment, misschien is het bijvoorbeeld zo'n urgenda-zaak. Misschien is het huidige klimaatbeleid, kunnen we artikel 2 en 8 van het EVRM wel degelijk zo lezen dat het recht op gezinsleven en privacy wordt benadeeld door het huidige klimaatbeleid. Dat is best wel een creatieve sprong die ik een code niet zo snel zie maken. Dus dat is denk ik iets waar het altijd blijft wringen. En het andere is dus die mogelijkheid om uitzonderingen te maken, om van de code af te wijken, om van de wet een beetje af te wijken, omdat je er nou eenmaal buikpijn van krijgt of omdat het tot onrechtvaardige resultaten zal leiden. Ja. Ja. Ik zou het heel eng worden als we dat ook kunnen codificeren. Dan krijg je echt hele creatieve, emotionele codes. En dan zitten we zo in een Steven Spielberg film, volgens mij. Ja, maar ondenkbaar is het niet, toch? Nee, weet ik niet. Is trouwens, ik weet niet of we vragen al mogen. Maar nee, vragen mogen nog niet. Okay. Bijna. Bijna. Als we uitgesproken zijn. Want ik had nog wel één vraag aan jou, Laura. Je had het over die, het triggerde me wel, die systemen die zijn die 100% van de 100%. Maar we leven in een wereld die eigenlijk onvoorspelbaar is. Hè? Dus de voorspelbaarheid van het recht tegenover de onvoorspelbaarheid van het leven, zeg maar. Maar gezien het feit dat het leven zo onvoorspelbaar is, hebben we niet de verwachting van de rechter wederom, dat is misschien weer een Dworkiniaans punt, dat die rechter juist wel voorspelbaar is, die ons juist helpt om een beetje orde in ons leven te scheppen. Dus dat vroeg ik mij af. Ja, het is iets waar mensen heel veel behoefte aan hebben, aan stabiliteit. En het is ook soms bijna een beetje lachwekkend hoe we proberen dat in onze wereld te krijgen. We hebben dan bijvoorbeeld beschrikkeljaren, maar ook weer schrikkeldagen en zelfs schrikkelseconden. Want elke minuut draait de aarde volgens mij weer iets sneller. Dus en we proberen dat maar zo op te vakken dat het in onze dagen past. En dus het is iets veel groters dan het recht, denk ik. En inderdaad, we willen van de rechter rechtszekerheid, waarheidsvinding. We willen iets heel erg wat ons helpt om stabiliteit te geven. Maar ik denk wel dat als je dat blijft verlangen van de rechter, dat je de rechter eigenlijk iets onmogelijks vraagt. Je blijft hem zien als een halfgod. En dat is het niet. Dat is iets wat onfeilbaar is. En ik denk dat het juist ook wel heel veel zekerheid kan geven als je gewoon ziet van ja, die rechter die doet wat hij kan. En dat daar moeten we het mee doen. Mm-hmm. Maar misschien is het niet het enige juiste antwoord op zo'n zaak. Mm-hmm. Maar het blijft een paradox, hè? Het is een paradox, zeker. Ja. En het is veel groter dan smart contracts of het recht, denk ik. Ja. Dat is überhaupt gewoon die menselijke hunkering naar orde in een wereld die niet geordend is. Ja. Ja. Dan kom je toch van smart contracts naar de meest fundamentele vragen. Van. Ja, dat vind ik het leuke aan die smart contracts. Van, het lijkt een technisch dingetje en blockchains en dat soort dingen. Maar het werpt dus deze hele fundamentele vragen op. Dus ik kan me voorstellen dat je daar dat voor een jurist toch een ongelooflijke uitdaging is. Ja, inderdaad. Inderdaad, überhaupt digitalisering van recht is een grote uitdaging voor ons. Maar ook voor de rechtsstaat. Dat is niet te onderschatten. Ik had dus bijvoorbeeld de Duitse Bundesjustizminister Buschmann zei van een rechtsstaat die bij de digitalisering niet meedoet, verliest alle acceptatie. Mm-hmm. En dat klopt ook. En we moeten ons afvragen, bijvoorbeeld één ding. Daar had ik het ook laatste week in een andere lezing over, dat de uitspraken het aantal van uitspraken gaat sinds 2010 steeds naar beneden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. En fundamenteel naar beneden. Echt bijna de helft voor bepaalde dingen. Ja, incasso dingen en zo. We moeten ons afvragen, waarom is dit zo? Waar gaan deze uitspraken naartoe? Worden de conflicten anders opgelost? Ja, zijn de mensen zo ontevreden met de digitalisering van de rechterlijke macht? Dat de mensen dan zeggen van, nou, misschien is zo'n smart contract toch een goed idee. Ja, misschien is het niet 100% perfect, maar ik krijg wel snel mijn recht. En, mm-hmm. Dat is ook, als het gaat om de heel grote vragen, is het natuurlijk ook een vraag, waarom
Waarom is dit zo? Waarom gaan blijkbaar steeds minder mensen naar de rechter? Mm-hmm. Door de ontbrekende digitalisering gaan ze ergens anders naartoe? Of zijn we opeens zijn we zelf zo goed conflict oplossen dat wij de conflicten zomaar oplossen zonder de rechter en we gaan nergens anders naartoe? Mm-hmm. Mediation en dat soort. Mediation, ja. Maar, ja dus, volgens mij is het wel een privatisering en een digitalisering van conflictoplossing. De conflicten gaan ergens anders naartoe. Waar de mensen denken van nou, de digitalisering is hier een stuk hoger. Ik moet niet naar de rechter. Ik kan dit online even doen. Mm-hmm. Ja, en daar zijn in principe op dit moment zijn er al heel veel private acteuren die zeggen van nou, dat ga ik doen. Ja. Mm-hmm. En dat gaat snel, het is goedkoper, mm-hmm. en het kan alles digitaal. Ja. Kun je een voorbeeld hiervan? Ja, bijvoorbeeld eBay heeft zo'n systeem. Ja? Of Facebook, je hebt een probleem op Facebook. Er bestaat een zogenoemde oversight board. Ik moet niet meer naar de Nederlandse rechter. Maar daar is in principe, dat heet nu Meta. Ja, is in principe een meta-rechtbank, zou ik zeggen. Ja, privaat natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en deze meta-rechtbank gaat de conflicten oplossen. Ik moet niet meer naar de rechter. En ze zijn ook gespecialiseerd. Mm-hmm. En zo kunnen ze van, nou, misschien weet een Nederlandse rechter niet veel af van wat er op Meta of Instagram of zo speelt. Maar dit oversight board, dat zijn allemaal specialisten. Ze weten meteen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk is dat dus een fantastisch. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik vraag me af, waar stopt dit? Ja, is het zo dat... Ja, en ik heb ook geen antwoord of het echt alleen de ontbrekende digitalisering is... Ja. van de Nederlandse rechtspraak, van de Duitse rechtspraak. Maar dat is wel de vraag. Waarom is dit zo? Mm-hmm. Ja, heb je een begin van een antwoord hierop? Ja, mijn promovendus, Tom, hij zit hier in de zaal. Hij doet precies dit. Mm-hmm. Hij gaat empirisch onderzoek naar doen. Waarom is dit zo? Mm-hmm.